Goedemorgen, welkom terug bij een nieuw videootje. Vandaag gaan we kijken naar een wat oudere set op een dak. Die is voorzien van Enexis micro-omvormers. De fabrikant is failliet. Dus we hebben nu voorgesteld om een paar APS-omvormers erop te schroeven. De IC600 ter vervanging. Ze zijn niet meer verkrijgbaar. Enexis is een jaar of vijf geleden denk ik failliet gegaan. Wordt niet meer gemaakt, geen garantie meer, geen uitlezing meer. Dan hebben wij een programmaatje ontdekt, unitgate.eu. Kan je vinden op de website. En daarmee kan je ze alsnog uitlezen. Niet meer mooi in een grafiekje. Dan hebben we het legplan gelukkig achterhaald. Dus we weten waar ze zitten. En welke we moeten wisselen. Dus we gaan de panelen eens openschroeven. En dan gaan we ze eens zoeken waar ze precies zitten. Deze installatie is zelfdragend gecreëerd op stoeptegels. Stokschroeven. Hier zien we al wat kabeling. Dus ik zal zo nog een filmpje maken als er wat open ligt. Dan kunnen we eens kijken hoe de Enexis omvormers eruit zien. Zo, we hebben het paneel verwijderd. Hier hebben we de omvormers. Omvormertje, denk een jaar of acht. Die heeft dus de geest gegeven. Communiceert ook via Zigbee. Volgens mij even uit mijn hoofd is die 480 watt. Dat is parallel. Dat is voor twee panelen, maar er zal maar één MPP-trekker in zitten. APS is een stuk verder met de technologie. Komend jaar komt de DS3 zelfs uit met een vermogen van 900 watt output. Dus er gaan veel veranderingen komen. Het paneel wat we eraf hebben gesleuteld. Even lopen. Is een Luxor. 250 watt piek. Dus we gaan het even wisselen. Zo, we rijden even de trunkkabel voor. Eind top drop. Dan kunnen we die straks op de omvormer zetten. Doorlussen en de lasdeurs aansluiten. Zo, de eerste omvormer zit erop. Nou, we hebben even de kabels gevolgd. En Enexis gebruikte van Wieland die stekkerblokjes. Deze zat dan netjes getie-wrapped onder de rails. Wat ik zelf eigenlijk een groot nadeel vind, is het snoer 3 keer 2,5 of 1,5 maar. Dat was eigenlijk voor de zonnestroominstallatie, vind ik dat allemaal een beetje prullerig, zullen we maar zeggen. Zo, hier nog de onderkant van zo'n omvormertje. De SMI 64060. Ik weet niet of je het kan lezen. watt kan die maximaal aan output geven. Zo, daar hebben we er nou twee vanaf.
ingroepen en schakelen. En weer even uitlezen wat de rest doet. Zo, dit was het weer eventjes tot nu toe. Het systeem is weer in bedrijf. De kapotte omvormers zijn vervangen. Dus de klant heeft toch weer wat meer opbrengst. Is toch weer geholpen. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. En tot volgende week. Toedels!